soms in, dan kan ik gewoon voetbalsupporters gewoon niet volgen. En in dit geval de Ajax supporters, die kan ik even niet bijhouden. Nee, want ja, die Mislintat, die had dus gewoon de goede spelers laten gaan bij Ajax. En die kocht een zootje bagger. Ja, en daar ging dus Maurice Stijn, die kon daar dus niet mee presteren. Dat was duidelijk. Ja, goed. Maar desondanks, die Stijn die moest gelijk weg. Ja, die moet weg. Die kan niet bij Ajax blijven. En als die blijft, dan komen wij niet meer naar het stadion. Enzovoort, enzovoort. Nou, goed. Dus die Maurice Stijn weg. En daarna, wat hebben we daarna gezien? En toen ging Maduro de mist in. Toen ging Heitinga de mist in. En eigenlijk ging Van het Schip ook de mist in. Met gewoon heel veel slechte spelers. Nou, toen moest er dan weer een nieuwe trainer komen. En ja, nu zou het gaan gebeuren met die Farioli. Nou, uit Italië, jong en swingend en nieuw en noem het allemaal maar op. Nou, goed. En ja, die presteert ook niet met dat Ajax, want ze hebben nog geen tegenstander gehad. Want iedereen roept nou wel van, ja, ik heb nog steeds niet verloren en dit en dat. Er is nog geen tegenstander geweest. Tegen de nummer 4 uit Griekenland. En die konden er verdacht weinig van, hoor, dat Panathinaikos. Dan verlies je van thuis. Dat is het gewoon. En dan krijg je dus, weet ik veel, een enorme batterij aan penalties heb je nodig om door te komen. Ah nee, vrienden, kom. En dan verlies. Kijk, en daar gaat het om. Nu is iedereen, Farioli man, ze zijn hem allemaal aan het verdedigen. En de Telegraaf, die is vervelend over hem, ja. En dat mag de Telegraaf toch, ja. Want zo geweldig is het allemaal niet. Maar dat kan ook niet, vrienden, want het is gewoon een hele... Ze hebben gewoon hele matige spelers, ja. Dat zie je toch. Nou, en die Farioli, nee, die moet blijven. Ja, die moet blijven. Ja, maar Maurice Stijn, die moest weg. Omdat ze waarschijnlijk bang waren en zijn dat het Maurice Stijn niet zou lukken waarschijnlijk om te verliezen met 2-1 bij NAC. Nou, ik heb een mededeling voor jullie. Ja, dat was Maurice Stijn ook wel gelukt, hoor.